Goedemiddag allemaal. Welkom bij het workshop kersttasje. Ik ben Aline. Daar staat Sylvia. Die gaat me helpen als ik het daar weer erg druk krijg. Pascal neemt het bewijs op dat we er waren. Het kersttasje is ontstaan nadat Rini bij mij dit tasje in de winkel bracht. En ik op een gegeven moment een leuk idee moest hebben. Rini had een iets anders uitvoering. Maar bracht me wel op idee van, hey, het is wel leuk om iets te doen met een van deze malletjes. Wij hebben namelijk deze malletjes in de winkel van Nelly. Maar als je ze zo ziet, dan weet je niet wat je ermee moet. En daar hadden wij zelf ook al een probleem mee. Dus Rini heeft een paar voorbeelden mee gemaakt. Want ja, hier maak je dus bloemetjes mee. Het is dus officieel ook een origami bloemetje die we gaan maken. Want de origami club die kent hem. En die vouwen hem gewoon uit hun hoofd. En die zetten hem zo in elkaar. En dus aan de hand daarvan hebben we bedacht van, we maken er een kerstworkshop van. En ik zou zo zeggen, jij mag hem gewoon lekker... Let's do it! Jullie hebben allemaal een pakketje gekregen. Mag ik het van jou verlenen? Ja hoor, dat mag. En we hebben alles al voorgestanst, dus ook de bloemetjes, die zitten hierin. Het advies is om eerst de bloemetjes te gaan maken. Dus eerst al die losse rondjes aan elkaar te lijmen. Want dan kan dat drogen. En anders wordt het te nat om dadelijk de hele bloem te maken. Dus waar we mee beginnen, dat is eigenlijk de 15 driehoekjes. De 15 bloemetjes. Ja, de 15 blaadjes. 15 blaadjes. Ja. Dan kan dat even drogen voordat je de bloem zelf nog weer een keer aan elkaar plakt. Anders valt het uit elkaar. Dan nog even een pakje. En nou hebben die bloemetjes, ik pak even de grootste, ik zet even de bril erbij op. Er zitten stiklijntjes, dus dat zijn waar je ze kan vouwen. Nou, op een van de kantjes een beetje lijm. En je vouwt hem zo eigenlijk naar elkaar. In elkaar. Ja. That's it. En denk erom dat je ze dezelfde kant op vouwt, dan krijg je een bloemetje wat oneven aantal heeft. Dus als je allemaal dezelfde kant op vouwt het papiertje, krijg je dus dat het een mooie dubbelzijdige bloem wordt. Het is wel de bedoeling dat ze tegen elkaar gaan, want dan krijg je ook de binnenkant zo. Ja, klopt. Dus niet dat je denkt van, oh, ik plak hem zo over elkaar heen, want dan krijg je namelijk niet zo'n hartje in de bloem. Dus het is echt, je vouwt ze allebei naar binnen.